Hallo, vandaag is de dag van de watermeloen. Dus laten we een watermeloen gaan tekenen. Doe je mee? Nou, vandaag hebben we een makkelijke dag. We gaan vandaag een watermeloen tekenen. Ja, een watermeloen. Eigenlijk is dat natuurlijk best wel simpel. Simpel. Ik kan zeggen, nu klaar. Nee, dat is natuurlijk niet zo. Zo. Een watermeloen heeft dan die donkergroene strepen. In dit geval zijn ze dan zwart. Zo, dit is dan wel een watermeloen. Misschien moeten we er nog een stuk watermeloen bij leggen. Zo. Donkere schil. Dan heeft hij een lichte rand. Zo, hier wat pitjes zo. En ja, dit is dan wat donkerder natuurlijk, dus die zouden we kunnen accentueren. Ik weet niet of dat, dat was misschien niet nodig geweest, dat accentueren. Nee, dat hadden we beter gewoon niet kunnen doen. Nou, teken hem nog een keer. En schrijf watermeloen. Probeer zelf ook een watermeloen te tekenen. Desnoods koop er een en ga hem natekenen. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen!